Partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Comma, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Onthuis Reuver. Uitzending van Limburg vandaag. Dit is de eerste dag van de herfstvakantie. En we hebben vandaag tips voor u wat je met je kinderkind kan doen. Zo kent je bijvoorbeeld op de valreep nog naar Festival Jong, wat een cultureel festival is in Maastricht. Of je kent aankomend weekend naar Simpelveld om Thomas de Stoomtrein te ontmoeten. Ja, verder in deze uitzendingen besteden we aandacht aan het bombardement van Geleen op 5 oktober 1942. Dat is een speciaal boek over uitgekomen met nog nooit eerder verschenen materiaal. Ja, en ik praat zo meteen ook met Huub Stapel naar aanleiding van zijn succesvolle serie Moeder, ik wil bij de revue. En je hoort hem al de hele tijd spelen. Het is pianist Egbert Derix. Hij heeft onlangs zijn allereerste soloalbum uitgebracht. Het heet Paintings in Minor Lila. En het is echt een hitalbum. Het is namelijk al over de hele wereld uitgebracht. En we zijn heel blij dat er vandaag hier is. En voordat we gewoon beginnen met Limburg vandaag, praat ik met Marcel Penders. Want ik ben benieuwd of Marcel ook een van die 1,6 miljoen kijkers was die afgelopen maandag voor de televisie zat om naar Moeder, ik wil bij de revue te kijken. Nee, sorry Joost, ik moet je teleurstellen. Ik heb vroeger altijd geroepen, moeder, ik wil profvoetballer worden. Maar dat is ook niet gelukt. En sindsdien moet ik het bericht uit de krant voorlezen. Dus dat komen we straks ook weer door. Dan gaan we het hebben over de 3 doden die er dit weekend zijn gevonden in Noord-Limburg, onafhankelijk van elkaar. En in minstens één geval is er sprake van een misdrijf. Dan hebben we de politie in Venray een Project X-feestje kunnen tegenhouden. En worden bovendien een flinke hennepplantage in Vaals ontmanteld met een straatwaarde van enkele tonnen. Ja, Marcel, heel veel succes zometeen met In het Nieuws. Wij gaan beginnen met Limburg vandaag. Op de bank zit Diana Hertz en Bernadette Schouten van Festival Jong. Een cultureel festival voor kinderen. Ja, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, wat nu Festival Jong, we zijn aan de 6e editie toe. Dus we hebben al heel veel kunnen oefenen. Wat onze doelstelling is, klinkt ongelooflijk, maar is zo. Is wij willen aan kinderen een heel brede waaier aan kunst en cultuur bieden. En dat in combinatie met dus dat ze dingen kunnen zien, maar ook dat ze dingen kunnen zelf maken en meemaken en beleven. Dus het is zowel een festival waar je dingen actief meedoet. Mm-hmm. En ook van alles kunt zien. Ja, en is het dan door heel Maastricht of is het op één locatie gecentreerd? Nee, het is niet op één locatie gecentreerd. Het is een podiumfestival wel. Dus alles wat er gebeurt op het gebied van kunst en cultuur, dus de workshops, horen bij een voorstelling of bij een film. Dat betekent dat bijvoorbeeld Lumière. In Lumière zijn diverse films te zien. In Cumulus, het gebouw van Cumulus in de Haarbenenstraat, heeft een heel intiem theatertje. Daar zijn voorstellingen en daar worden ook workshops gegeven. En dan natuurlijk het hart van het festival is Theater aan het Vrijthof. Daar gebeurt het meeste en daar zie je ook nu, als je binnenkomt, dan is het een paradijs voor kinderen. Het is echt geweldig. Ja, ik ben er gisteren zelf ook geweest en dus inderdaad, ze kunnen echt van alles doen. Hè. Ja. Ze kunnen er ook heel veel snoep eten, is natuurlijk ook altijd lekker leuk voor de kinderen. Ballenbak. De ballenbak, ze kunnen hengelen. Er is echt, het is helemaal tot een groot kinderparadijs omgetoverd. Ja. Voor welke leeftijd is het nou precies bedoeld? De leeftijd is nu tussen 2 en 12 jaar ongeveer. Dus wij hebben nu in de laatste edities eigenlijk de leeftijd alsmaar verlaagd. Dat heeft daarmee te maken omdat die jonge ouders echt gewoon iets willen doen met hun kleine kinderen. Ja, die willen eruit. Ja, en de kleinste zijn nu 2 jaar oud. Die zijn echt heel erg klein. Maar en wat wordt daar dan voor gedaan? Ik bedoel, het zijn inderdaad peutertjes nog. Zijn daar voorstellingen al voor? Dat zijn voorstellingen voor, ja. En dat is in de laatste jaren is dat aanbod ook zeer verbeterd. Mm-hmm. Omdat, we hadden heel lang, begonnen met 4 jaar. Maar nu ondertussen is het belevingstheater. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, het gaat niet met veel tekst of zo. Maar het is ook heel kort. Het is zeer kort, ja. Zo'n 20 minuutjes. Ja. En dan mogen ze altijd ook nog zelf gaan spelen in het decor.
Oh. Dus ze kunnen echt met die acteurs en met dat wat ze zien alles aanraken. En dan mogen ze daar echt mee aan de slag. En dat vinden ze heerlijk gewoon. En zijn het dan ook allemaal theatermakers uit Limburg? Of komen die uit heel Nederland? En uit Duitsland en uit België. Oké. Ik wil het toch wel eens gezegd hebben. De makers van jeugdprogramma's zijn zo geweldig. Ik bedoel, de jeugd is ja, denk ik wel het meest kritische publiek wat je kunt hebben. Want, ja, die laten merken als ze het saai vinden. Maar ze laten het ook merken als ze het spannend vinden. Ze willen meeleven. Het is gewoon heel dankbaar. Maar het is ook heel moeilijk. Ja, het is opgedeeld in verschillende disciplines. Hè? Ja. Theater, dans en film. Ja. We hebben een stukje theater. En volgens mij, ik hoorde de stem net van tevoren met de voorbereiding. Volgens mij is het van Anneke van Giersbergen. Ja, absoluut. Een rockzangeres. Maar die heeft dus nu een kindervoorstelling gemaakt. Ja, en dat is wel heel bijzonder. Laten we er eerst heel eventjes naar kijken. En dan mag ik daarna over vertellen. Is dit dan een theatervoorstelling of een film? Ja, dat is zo van alles. Multidisciplinair. En zij staat zelf dan ook op het podium? Ja. Dus zij gaat zingen, acteren. Ja. En dan kun je nog die animatiefilm tegelijk zien. Dus die is animatiefilm, alles gaat in alles elkaar. Alles loopt, ja. En dat is heel bijzonder eigenlijk ook bij die dingen voor kinderen. Ze zijn eigenlijk allemaal multidisciplinair. Dus het is niet alleen maar dit of alleen maar dat. Ja, want is dat iets van deze tijd? Want dat kinderen al die zijn dan zo handig op de computer. En dus ze zijn volgens mij niet meer blij met alleen maar iemand die met een gitaar staat. Er moet meer gebeuren. Ja, dat viel mij bijvoorbeeld ook op bij King A van het Laagland. Mm-hmm. De mensen, de acteurs, die kunnen ook alles. Hè? Die maken muziek en die dansen. En die kunnen echt alles. Die jong leren, noem maar op. Ja, leuk. Het publiek is natuurlijk ook vreselijk verwend. Ja, dat is ook iets. Maar ja, dat is wel goed voor het niveau, toch? Dat is heel goed voor het niveau. Ontwikkelen. Ja, dans, daar hebben we ook een stukje van. Ja, gaan we ook even naar kijken. Ja, goed. En als ik dit zo zie, dan denk ik, dit is toch voor volwassenen ook te gek. Absoluut, ja. En waar zit hem hier dan het kinderding in dan? Ja, deze voorstelling is van Introdans, dus die is ook morgen te zien. Die is vanaf 6 jaar. Nu, zij hebben zoveel ervaring opgebouwd om voor die leeftijd te werken. Mm-hmm. Maar de tip aan iedereen is, een goede kinder-jeugdvoorstelling is altijd ook een goede voorstelling voor volwassenen. Ja. Omdat juist door het multidisciplinaire, die voorstellingen zijn zeer gelaagd. Dus een kind, zijn gemaakt voor kinderen. Maar voor die volwassenen zit daar altijd een extra laag in. Waar je zegt van, grapjes die misschien de kinderen niet snappen, maar begrijpen, maar ook niet moeten snappen. Hè? Maar het leuke is dat kinderen zien weer dingen die volwassenen niet zien in die voorstelling. Een introdans is echt een geweldig gezelschap. Zeker voor de jeugd. En kwalitatief echt super. Ja, en dan hebben we nog een discipline, en dat is de film. Dat wordt dan dus in het film en Lumière wordt dat... We hebben een film van Dolfje Weerwolfje. Ieder mens heeft een wolf in zich. Maar bij sommige gelukkigen, bij volle maan, komt de wolf echt naar buiten. Gefeliciteerd, Dolfje. Safe is het begin. Dolfje! Dolfje. 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 Dolfje! Dolfje!
spannende film. Ja, ja. Is het niet te spannend voor kinderen, dat ze soms huilend... Dat valt eigenlijk heel erg goed mee. Ja? Ja, nu, het is zo... ze hebben je altijd de ouders bij in Festival Jong. En dan kun je altijd zo'n beetje tegen de papa aan knuffelen als het heel spannend is. Ja, nu is het nog maar één dag. Het is helemaal morgen. Ja. Wat is er morgen nog te zien en te doen? Dus wat wij net gezien hebben, dus dat is Dolfje Weerwolfje. Dat is introdans, De beer die geen beer was. Daar hebben wij de Bremerstadmuzikanten, nog heel wat andere films. Plus de workshops, die horen bij de voorstelling van introdans. Ja. Dat zijn twee workshops. Kinderen leren dan kinderen leren dansen? Nee, of, het grappige is, ze gaan muziek maken. Ze gaan een love song maken, samen met singer-songwriter Jos Netto. En ze gaan iets moois maken. Dus dat kan een tekening zijn, dat kan een doosje zijn. Voor iemand die waar ze heel erg veel van houden. Oh, wat mooi. Ja, en wat betreft de voorstelling. Ze gaan een animatieworkshop doen ook. Ja. Een animatieworkshop? Ja. Wat moet je daarbij voorstellen? Ja, ze maken een animatiefilm. Dat gaan ze zelf maken? Ja. Wow. Dus, ze zien dat, hoe dat moet bij De beer die geen beer was. En dan gaan ze zelf aan de slag. Ja. Wat voilà. Leuk. Ja. Dus morgen allemaal naar Festival Jong in Maastricht. Ja. Voor meer informatie kunnen ze kijken op festivaljong.nl. Dus we hebben dus een website met filmpjes en alles. Met heel veel informatie. www.festivaljong.nl. Ja, nou, morgen nog een hele dag om te genieten. Hoe laat beginnen tot slot? Vanaf laat kunnen ze terecht? Morgen, ik ga eventjes spieken vanaf 11 uur. Vanaf 11 uur, nou. En dan hebben wij nog een fantastische afterparty morgen, hè. Daar gaan echt de vonken vanaf. In theater aan het Vrijthof? In theater aan het Vrijthof. Okay. Nou, dames en heren, ik heb het toeschuurd. Je hoeft toch niet te vervellen. En dat ging er al helemaal niet. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Dank je wel. Ja, ik zei net al, hij is hier, Egbert Derricks, met een nieuw album. Hij gaat nu een nummer spelen van dit album, namelijk 1000 Faces. Ja, prachtig. Egbert Derricks, zometeen nog veel meer muziek van hem. Ja, van 12 tot en met 21 oktober zit de Woonboulevard in Heerlen in het teken van Design für Alle. Bekende ontwerpers uit de regio die presenteren door hun ideeën op het gebied van wonen, mode en architectuur. En elke dag besteedt Limburg vandaag toch aandacht aan. En vandaag de eerste beelden. We zijn hier vandaag op de Woonboulevard.
waar we de woon-event Inspire City geopend hebben. Riet de Wit, de wethouder uit Heerlen, heeft dat net gedaan. En wat we eigenlijk willen met dit evenement is mensen inspireren om hun ideeën te realiseren. En waar we naar gezocht hebben is, hoe doe je dat nu? Hoe kun je dat de beste laten zien? We hebben 20 jonge ontwerpers uit de regio gevonden die laten zien wat zij maken en wat ze bedenken. Dat vind ik bijzonder, hè? Wat je met je hoofd bedenkt, dat je dat met je handen kunt maken. En de mensen kunnen hier tijdens de komende week van 12 tot 20 oktober, kunnen ze al die designproducten zien op de woonboulevard en een route volgen. Bij At Home is een informatiepunt, daar kan iedereen zijn dagprogramma bekijken wat er te doen valt. Het is een hele leuke en aardige inspiratiebron met jonge mensen die laten zien wat ze gemaakt hebben. Wat ik doe, ik bouw fietsen op maat. Dus het kan zijn voor compleet nieuwe fietsen. Maar bijvoorbeeld ook oude fietsen die ik helemaal strip. En dan bijvoorbeeld een frame de jaren 60 en dat zo laat zoals het is. En dan opbouwen met nieuwe onderdelen. Of ik strip een fiets compleet en ik laat een nieuw poeder coaten. Dat het gewoon echt uitziet als een nieuwe fiets. Maar wel juist die draai daarvan dat je ziet dat een oud frame is. Vaak kom ik idee van de klanten. Die heeft een bepaald idee met een fiets. Ik kan het bij een standaard fietsenwinkel niet vinden. En dan komen ze vaak bij mij terecht. En op die manier ga je ook weer die grenzen verleggen en nieuwe dingen ontwikkelen. Dancing cat and dancing. Ik doe nu mee aan dit event omdat ik het heel belangrijk vind dat jonge ontwerpers zoals ik een kans krijgen om ook wereldwijd aan het licht te komen. En ik vind het heel belangrijk dat de provincie Limburg hierin betrokken blijft. Dat niet iedereen naar Eindhoven vertrekt, waar natuurlijk nu op het moment de Design Week zal plaatsvinden. Of naar de Randstad of naar het buitenland vertrekt, want we hebben hier natuurlijk ontzettend veel talent. En dat moet vooral hier blijven en behouden worden. We werken voornamelijk in opdracht, interieurontwerp en productontwerp. En daarnaast werk ik aan mijn eigen collectie interieuraccessoires. Dus eigenlijk kleinere producten zoals toffelkleden, kleine meubels, dat soort dingen. Ik hoop eigenlijk op hele positieve reacties van de bezoekers. Eigenlijk is het toffelkleed een van mijn eerste producten wat ik op mijn eigen collectie heb presenteerd. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen erop gaan reageren en of ze bereid zijn om het te kopen. Ja, speed eten. Hè. Je bent nu zitten samen aan tafel, hè. Maar het is geen gewone speed date, het is een interieur speed date. En je kunt dus op de woonboulevard gratis advies krijgen tijdens de speed date dagen. Die worden door het hele jaar gehouden. En dan kun je met je plattegronden, je foto's, materiaal, waar je ook maar vragen over hebt of tegenaan loopt in je interieur, kun je dus bij ons gratis advies krijgen. Ja, ik verwacht er een hele hoop van, hè, dat alle vrouwen en mannen in de rij gaan staan en bij ons om advies komen vragen. Want daar zijn wij dus als gespecialiseerde woonboulevard natuurlijk ook goed in. Hè? Ja, morgen weer meer over de woonboulevard. Ja, de laatste tijd werden er heel veel beuken over de oorlog geschreven. We hebben namelijk vorige week gehad over Tegelen in de oorlog en Weert. En nu is er een boek uitgekomen dat gaat over het bombardement van Gelein op 5 oktober 1942. En bij mij op de bank zijn aangeschoven Walter Buskes en Huub Klerks. Beide afkomstig uit Gelein, beide hebben ze het bombardement metgemaakt en beide streek. Historicus. Ja, Walter, wat is er nu precies gebeurd op 5 oktober 1942? 5 oktober 1942 heeft het bombardement op Gelein plaats gehad. En bij het bombardement zijn 83 lui van Gelein overleden, maar ook ganse straten zijn weggevaagd. En het horen allemaal mensen uit Gelein die zijn gestorven? Nou, dat waren grotendeels lui van Gelein, maar ook een aantal Duitsers zijn toen dus die bij de partij waren. En die zijn niet in Gelein begraven, maar die zijn in de algemene begraafplaats in Zittert begraven. En later zijn die in 1957 overgebracht naar Echtelstein. Ja, en hoe lang heeft dat bombardement geduurd? Nou, dat bombardement heeft 25 minuten geduurd. 25 minuten is de hel losgebrast boven Gelein in den tijd. En het is zo'n enorme ravage geweest in Gelein. Ja, want wat heeft het allemaal veroorzaakt? Ganse straten, ganse huizen, ganse wieken weggevallen. Lui lepen over de straat, houden niks meer.
En ja, dat is onvergetelijk. En hoe is dat toen, hoe is Geleen weer, is dat snel weer opgebouwd? Of kregen die mensen hulp? Hoe is dat toen gegaan? Nou, dat opruimen, dat ging toch niet zo vlot. Want alles moest vervuurd worden, die stenen en dat boommateriaal. Dus de kroon wat er bestrooid ook, moest met peert en korn op twee plaatsen bijeengebracht worden. Mm-hmm. En dat heeft toch wel een aantal Want wat hoe zien deze foto? Dit is bijvoorbeeld echt in het... Dit is een foto, die is gemaakt van het Noordbombardement. En die is in de Groenstraat. Bij het station Lutterade. Het woont een winkelstraat, dat gedeelte. Maar is het is in de nacht gebeurd? In de nacht van 5 of 6? Nee, het is s'avonds rond 10 uur begroosd. En het heeft, ja, dat kent ze ook de nacht niet. Ja. Maar dus de mensen worden totaal niet op... Ja, ik heb ja toch wel. Er ging luchtalarm aan. Ja. Als dus in een bombardement kwam of geallieerde vliegtuigen komen, dan ging het alarm aan. Sirenes gingen af. En overal in Geleen, een aantal plaatsen, stonden sirenes op de hoezen en die boosje dan te doen. Trouwens, die controle is er nog eerste maandag van. De maandag is nog immer een alarm. Mm-hmm. Dus om te kijken of dat allemaal nog functioneert. Ja. Ja, nu wordt er goed op voorbereid. Er was erg op voorbereid. Ja, maar ik heb in vooral gehoord, dat zal ik ook nu aan meneer Klerks vragen. Er is een boek over uitgebracht, hè? Het hele verhaal. Want het hele verhaal is nog nooit verteld. In deze ganse samenstelling niet. We hebben in dit boek geprobeerd zoveel mogelijk wat al over het bombardement verschenen en geschreven is, bijeen te brengen. Mm-hmm. Bij gelegenheid van het 70ste verjaardag van het bombardement, 5 oktober 2012, vredig een week geleden, is het boek gepresenteerd. Ja, en er staat uniek materiaal in, ja. Wat nog nooit eerder uniek is met name een verhaal in het eerste hoofdstuk van een Mark Dame. De grootvader van de meid zien vrouw en 6 kinderen verloren in de oorlog. En Mark heeft er weet van gekregen, kleinzoon van meneer Dame, wie er 15, 16 jaar wordt. En is er over gaan schrijven en heeft er foto's verzameld. En we hebben van zijn manuscript, dat hij voor de as er de grond raakte, het eindhoofdstuk mogen publiceren. En dat wie hebben verzameld, hebben foto's uit het privéalbum mogen afdrukken. Ja, want daar kom ik ook op, omdat jij dat net zag, van dat de luchtalarm ging uit. Dus mensen wisten dat ze moesten gaan schuilen. Ja. Maar dat verhaal van de meneer Dame, dat is dus die is met zijn gezin, of althans zijn vrouw, met die 6 dochters in die schuilkelder gaan zitten. En hij was net weg. En zie je verongelukt. In een deuropening kijken wie het moet bestond, wie de toestand was. En op dat moment viel achter hem de bom, waardoor zijn vrouw en 6 kinderen omkomen. En hij bleef net gespaard, omdat het dak het boven hem heel. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke verhalen. Ik bedoel, je ziet allebei uit Geleen. Je hebt allebei de oorlog metgemaakt. Ja. Jij wordt nog heel jong, hè? 5 maanden oud. Jij wordt 5,5. Hoe is dat geweest? Hoe heb je dat zelf beleefd? Nou, ging je er nog van herinneren? Ik moet het zo zeggen. Mijn vader is in mei 1940 zwaar gewond geraakt. Hij was dienstplichtig soldaat en is 27 juni in Zittern ziekenhuis overleden. Mijn moeder had dat altijd heel goed bijgebracht, wat oorlog was, wat de dood was. En ja, we waren daar toch wel van op de hoogte. Als de vliegmachine overkomen, wat is de machtigste? Overal waren schoolkaders in Geleen geboet. Sommigen houden die met hout gestut, anderen houden die met ijzer gestut. Ja, en door de enorme luchtdruk en de luchtverplaatsing zijn veel kelders die met ijzer vooral gestut worden in één geploof. Want hout is toch flexibeler en er moest ook goede verbindingen maken. Dat was op sommige plaatsen niet gebeurd. Ja, ja, dat zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijke verhalen wat we te horen kregen. Hoe heb je die mensen opgespoord? We hebben een oproep gedaan in het een plaatselijk blad. Mm-hmm. En daar hebben zich mensen gemeld en die hun verhaal alsnog verteld hebben. Zijn er ook genoeg geweest ja, die zich niet gemeld hebben, die wel nog een verhaal hebben, maar daar hebben we dus uiteraard niks mee kunnen doen. Waarom hebben ze het zelf niet wouden, met ze niet wouden vertellen? Of wat nou, was de reden? Achteraf, wie het boek gepresenteerd is, waren heel veel van de Ludo. En komen ze aan de tafel bij ons en komen een boek open. En dan vertelden ze, maar ik heb het bombardement ook nog metgemaakt. Mm-hmm. En ik heb er ook nog wel heel veel over kunnen vertellen. Mm-hmm. We hebben dit nu genoemd, het hele verhaal. Het is eigenlijk het hele verhaal niet gans. Want wie voor het boek ongeveer hadden samengesteld, ontdekte ik nog archiefdozen in het archief van de Heemkundevereniging, vol met materiaal en gegevens over dat bombardement. Dus er gaat dus nog een boek komen? Misschien. Want hoe lang heb je hier aan gewerkt? Nou, vanaf april, mei van dit jaar zijn we begonnen met verzamelen, samenstellen, nu interviewen en
september, oktober is het drukproces begonnen en 5 oktober wordt het boek klaar. Ja, en zit je dan door die interviews, zit je dan achter verholen komen, word je zelf nog nooit vanuit gehoord? Heb je gedacht van, is dat ook gebeurd? Nou, ik moet wel zeggen, dat hebben we ook dikker gezegd, even naar die luid toe gingen, ze hebben allemaal hetzelfde metgemaakt. Mm-hmm. 25 minuten is geleden een hel geweest. Maar de zinlui die noemen die een helge met naar de kelder in, dat wordt deze vereerde. En de Sinters ook geweest. Ja, die houden de ganse kelder alles als sloopkamer ingericht, matrassen op de grond. Want het wordt regelmatig geraakt dat ze de kelder in moest vluchten. Mm-hmm. En wat Huub net zei, vooral de toon van die Sintervaart, die stond altijd boete en de reep dan naar de kelder in, wat daar de gewone bomen vielen. Hè. En dat wordt ook wel een geruststelling. Maar wat het erge onnog is, is dat Geleen eigenlijk helemaal niet... Het was helemaal niet de bedoeling dat Geleen gebombardeerd zou worden. Het was de bedoeling dat Orken zou zijn, toch? Het was de bedoeling dat doelen in Duitsland geraakt zouden worden. Maar doordat de staatsmemoren destijds in volle glorie bezig waren... Want het waren Engelse vliegtuigen, toch? Het waren Engelse vliegtuigen. Het waren uiteraard de Royal Air Force die Geleen bombardeerde. Maar dat was zuiver een fout en vergissing. Dat is er goed gezocht, maar ja. Dit is helaas gebeurd. Ja, en wat vind je ervan hoe Geleen uiteindelijk weer is opgebouwd? Is dat naar uw tevredenheid gebeurd? Ja, luister, er zijn direct na het bombardement zijn 2 grote straten aangelegd. Dat worden Elooistraat en Antoniestraat. In Geleen was ook zeer veel behoefte aan woningbouw. Niet alleen doordat steeds meer lui naar de straat bij Mouwens komen werken, maar ook die lui door de oorlog gedupeerd worden. En door die 2 straten aan te leggen, is dat grotendeels opgegeven. Maar zijn ook lui die bij familie zijn gaan wonen en eigenlijk ook nooit meer zijn teruggekomen, die daar in een dorp zijn achtergebleven. Dus het was... Niet iedereen wil terug naar Geleen, naar de wereldstad in der tijd. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo, nee. Er is ook geboet nog lang der middelen worden. Mm-hmm. Best alles kwijt. Lui hadden niks als wat ze aanhouden op dat moment. Als ze gered worden. En er zijn toevallig foto's van de bevrijding nog in beeld, zinnig genoeg. Ja. Lui hadden alleen maar wat ze aanhouden en alles was weg. Ja, dus er waren ook niet direct de middelen om een huis te herbouwen of een nieuw te bouwen. Nee, dus het is goed dat dit boek er is gekomen en dat het hele verhaal niet helemaal nog gebeurt. Dus misschien komt er toch nog uiteindelijk het echte hele verhaal. Het feit dat het boek gretig aftrek vindt en dat vooral toezien aan de herdruk, bewijst wel dat het blijft bij de lui en dat ze nog altijd in de materie geïnteresseerd zijn. En vooral ook dat ze zich nu realiseren datgene wat we nog binnen dagelijks op tv zijn aan verwoesting en vernietigingen en oorlog en doodslag, dat ook ooit... In Geleen, ja, dat het vooral inderdaad niet vergeten wordt. Ja. We wilden op de foto's nog even terugkomen. Hè. De kwaliteit is het altijd geweldig, maar het wordt ook verboden om in de oorlog foto's te maken. Dat mocht niet. Hè. Als je toch met pakken, had ze een probleem. Dus die foto's zijn ook door helden gemaakt. Dat ja, dankjewel. Het zit allemaal in dit boek. Kan ik het vooral kopen. Dames en heren, we gaan er even uit voor de reclame. Dank jullie wel trouwens voor de toelichting. Zometeen kun je nog gewoon kijken naar Thomas de Stoomtrein en nog meer muziek van Egbert Dieriks. Tot zo. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Onthuis Reuver.